Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Milan en ik val hier bijna van mijn fiets af. Ik ben hier in de buurt van Hulst. Ik heb al ongeveer een kwartier gefietst. Ik moet nog 40 minuten, want ik ga naar Deinzen tegen Beveren. Maar natuurlijk fiets ik niet helemaal naar Deinzen. Het zou ook wel langer zijn dan 40 minuten. Ik fiets naar Kemzeke. Daar staat een supportersbus, of een bus zeg maar, geregeld door de Hekkes. Of in samenwerking nog met een andere supportersvereniging, ik weet niet. Maar in ieder geval de Hekkes. En die zullen mij dan brengen naar Deinzen, waar we natuurlijk voor Beveren gaan supporteren. Ik ben benieuwd, Beveren doet het de laatste tijd niet zo goed. En Deinzen juist wat wel, die zijn wat sterker. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Ik hoop dat Beveren wint. Maar ja, dat hoop ik natuurlijk altijd. Het zou raar zijn als ik het niet hoop. De Hekkes is een supportersvereniging, maar ook een sfeergroep als ik het juist ben. In ieder geval, ik ken er wat mensen die erbij zitten. En ik hoop dat het gewoon een toffe rit gaat worden. En ook een toffe wedstrijd. Dat hoop ik helemaal vooral. En voordat ik verder ga naar Kemzeke en op de bus naar Deinzen, stap. Vroeger waren er heel wat supporters van Beveren hier in de regio Hulst of Zeeuws-Vlaanderen. Dat is de laatste tijd wat teruggevallen. Maar ik weet dat er wat supporters wonen van Beveren in Nederland. Ik wil niet per se een supportersvereniging opzetten of zo. Maar het zou mooi zijn om een paar supporters te verzamelen. In bijvoorbeeld een WhatsApp groep of dergelijke. Om ze gewoon even te verzamelen. Dus makkelijk. Ik weet, samen te rijden of zo ergens naar Beveren of naar een uitwedstrijd of ik zeg maar wat. Of gewoon een leuke groep opzetten met supporters die in Nederland wonen. Het was gewoon een ideetje. En ik had het ook met andere mensen besproken. En ze vonden het wel een prima idee. Alleen de mensen met wie ik het heb besproken, die wonen in België. Dus ja. Maar in ieder geval, we gaan de hockeyvelden en het zwembad van Hulst verhuilen voor Beveren. Oh, zo'n elektrische fiets. Dat zou echt handig zijn. Dan hoef ik minder te zweten op zo'n oude afvallig ding. Maar goed, op naar Beveren. Of nou ja, op naar Kemzeke en Deinzen. En heel leids aangekomen in Kemzeke. Ik ben afgekeurd, de goal. We waren even blij, maar helaas niet. Het schijnt trouwens om terecht bij het spel geweest te zijn. Steeds simpele kansen gaan er gewoon niet in. Ik weet niet wat er op het doek staat, maar je zult straks maar eens navragen, denk ik. Nou ja, de eerste helft is wat afgelopen. 0-0, moet wel beter. Gaat het oké, maar de kansen worden echt gewoon niet afgemaakt. Ja, dat moet natuurlijk wel. Hopen dat de tweede helft een stuk beter gaat en dat we eindelijk eens een keer de 3 punten pakken. Wordt wel tijd. De laatste keer was het nog tegen Standaard. De jeugd had natuurlijk wel Standaard leuk.
gaan er ook niet op af, hè. En daar is straks een bal, een van de mooiste kant, tenminste, van deze kant kon je het goed zien. Vol op de lat. Ja, door de keeper wel. Was wel een prima redding. Spijtig genoeg. Ik wil het weer niet bescheid steken, maar kom aan, man, dat kan toch niet? Echt een amateur. Maar iedereen zingt het ook, amateur. Weer al, gooi. Dat is nog training van Duits, niet van Beveren. Fuck. Je kreeg echt scheet, man. We kunnen nog een verplots. Ja! Voor ons, dus wel het midden van de Wat Het is hem net niet. Het spel was wel goed. En iedereen is eigenlijk van de klappen gewoon en iedereen klapt. Alleen de kansen worden gewoon niet afgemaakt. En, ja, dat is kut. Blijkbaar is die tribune daar gekomen omdat ze te weinig plek hadden. Dus ze hadden die eerst gebouwd, dan die vergunning aangevraagd en dan die laten afkeuren. Maar jammer. Jammer van de wedstrijd dan. Helaas. Ja, ik denk dat je mij echt bijna niet meer ziet. De rit zit er ondertussen op en mijn fiets zit bijna ook. Ik moet nog een kwartiertje fietsen, maar de hek is... Het zag eruit als een leuke groep. We waren ook al een beetje grappig in de bus en dat soort dingen. Dus misschien wel iets om misschien lid van te worden. Ik weet het niet, waarschijnlijk wel. Ze zeiden dat het een zuipgroep was. En dat klinkt altijd al heel erg interessant. Maar over de wedstrijd zelf. Het kon beter. Het was wel goed. Wat ook andere sporters zeiden. Dat was de beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. Alleen het enige probleem is, je moet je kansen ook afmaken. En als je kansen gewoon niet afmaakt, ja. Ja, dan win je niet. Dat is logisch. Maar ik weet ook, het is een tweede niveau natuurlijk. Ik kan geen zo'n goed voetbal verwachten als op topniveau, zeg maar. Maar er waren mooie passes, mooie kansen, dat soort dingen. Dus als we deze lijn doortrekken, maar dan wel onze kansen afmaken. Dan, ja, kampioen gaan we denk ik niet meer worden. Top 3 lastig, maar moet wel eigenlijk. En anders, ja, we zien het wel. Ik weet niet, misschien wordt dit wel een tussenseizoen, maar ik hoop van niet. Ik hoop dat er weer een hele grote inhaalslag wordt. Volgende week tegen Zulte Waregem. Ja, als we die niet winnen, dan vrees ik het voor. Dan gaan we de top denk ik niet halen. Maar laten we hopen gewoon van wel. Laten we gewoon hoop houden. En laten we erin geloven. Ook al is het lastig. Maar ja, 0-0. Ja. Jammer. En... Ik weet ook niet wat voor stadion Deins nou heeft, maar dat trekt ook nog niet bepaald op heel veel. Maar met alle respect, ik bedoel, ik vind het mooi dat die supporters daar een local supporter en dat zouden meer mensen moeten doen natuurlijk. Dus daar niet van. Alleen, ja, het wil zich wel profileren, het wil hogerop Deins volgens mij. Ze zouden ook een heel nieuw stadion bouwen, er waren plannen voor. Maar als je al in dit stadion met 2 tribunes het al niet eens vol krijgt en natuurlijk... Bever is nou ook niet bepaald altijd zo heel erg vol. Maar ze gaan een heel nieuw stadion bouwen en nieuwe tribunes en alles. Maar ik bedoel, daar zijn ze van plan. Hè? In België natuurlijk wel lastiger met stadions bouwen. Alleen, het moet wel meer gevuld zijn voor Deins en begrip. En dat staantribune ook met grasveld alles. Maar het is aan de ene kant, het heeft ook wel iets hè, van de aparte tribunetjes.
Maar je ziet mij bijna niet, nu wel door de lichten van de auto's. Maar ik ga niet te veel praten, want ik ben nu ondertussen echt 2-3 minuten aan het praten. Het was in ieder geval een toffe away day weer. Was wel leuk. Maar ik ga weer terug naar huis fietsen en ik bedank jullie nogmaals voor het kijken naar deze video. En zeker de support die ik van Bever fans krijg. Echt enorm bedankt. De 4-ton video bijna 500 weergaves. Op de Beerschot video 200 of zo. Dus dat is enorm tof. In ieder geval bedankt voor het kijken. Like, abonneer, join de Discord server als je daar zin in hebt. En volg me eventueel op Instagram, echtemilan.nl. En dan zie ik jullie weer hopelijk bij een andere Bever video of bij een andere video. Er staan ook heel veel andere soorten video's op mijn kanaal. Ajax video's als je toevallig net zoals ik een Ajax fan ben. Of andere clubs. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik heb te veel gepraat aan het einde van de video. Waarschijnlijk heeft de helft al weggeklikt, maar dat maakt niet uit. Bedankt voor het kijken. Later. Hier was eigenlijk meer licht op mijn auto. Oh nee, toch niet. Toch geen meer licht.